Hallo, we zijn vanmiddag in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen in Den Haag, waar we aandacht schenken aan de campagne Hart voor Zorg en waar de vrijwilligers eventjes in het zonnetje worden gezet. Maar om nog meer vrijwilligers te werven, hebben we natuurlijk een spannende campagnefilmpje nodig. En voor het spannende campagnefilmpje hebben we eerst een brainstorm nodig. En dat gaan we doen samen met de vrijwilligers. Goed. Genoeg ideeën, genoeg gepraat. Laten we gaan kijken naar het resultaat. Ik ben dus coördinator bij de Voorleesexpress Den Haag. En ik zet vrijwilligers in bij gezinnen om 20 keer voor te lezen. Voor kinderen met een taalachterstand. En ik lees dus zelf ook af en toe voor bij die gezinnen thuis. Een voorlezer bij ons leest 1 uur per week voor. En ja, daar zit je reistijd dan bij, zeg maar. Nou, ik denk dat ze 1,5 uur kwijt zijn. De mensen worden ingezet zo dicht mogelijk bij de wijken waar zij wonen. Waardoor dus de reistijd korter wordt. De kwaliteit om vrijwilliger te zijn is vooral dat je sociaal bent. Vriendelijk. Ik vind vriendelijkheid heel belangrijk. En dat je je een beetje aan de omstandigheden ook aanpast. Want je komt bij een ander thuis. Er zijn echt gezinnen bijna ga ik met een smaal op mijn gezicht naar huis. Als ik dan zie dat die kinderen inderdaad beter gaan lezen. Beter Nederlands. En dat je de achterstand kan wegwerken voordat ze naar de middelbare school gaan. Ja, dan ga ik wel echt heel voldaan naar huis. Ja, daar krijg ik heel veel energie van. Tegenwoordig noemen ze alles vrijwilliger. Maar vroeger hielpen we elkaar toch ook. Dus nee, wij gaan het niet redden als een ander jou niet komt helpen. Ook ik zal op den duur steun en hulp nodig hebben. Vrijwilligerswerk wat ik doe voor de Stichting Philadelphia op de locatie Schelphof. Dat is met mensen met een verstandelijke beperking. Daar ga ik mee knutselen, cakejes bakken, fietsen, naar de dierentuin. Ja, van alles. Het kan van alles zijn. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik heb heel veel lol in. Vooral omdat je ziet dat de mensen heel blij zijn en vooral dat 1-op-1 contact, dat vinden ze heel erg leuk, want dan ja, hebben ze natuurlijk alle aandacht. Ik vind het belangrijk dat mensen vrijwilligerswerk doen, omdat het voor jezelf heel erg goed is. Maar vooral voor de mensen die, die dat heel hard nodig hebben. En waar vaak de begeleiding daar gewoon geen tijd voor heeft. En dat soort dingen, ja, dat kun jij dan doen. En dat vind ik heel belangrijk, want je ziet hoe leuk de mensen het vinden. Ik ben er ongeveer per week ben ik er, nou, ja, misschien 4 uur, 5 uur aan. Het ligt er een beetje aan wat er is. Ik zet mij nu al meer dan 1 jaar in als vrijwilliger. Maar als ik geweten had dat het zo leuk was, had ik het al eerder gedaan. Want ik heb ook gevraagd aan de cliënt of ik op mijn 80ste ook nog mag komen. En dat mag. Ik was klaar met mijn werk. Gepensioneerd en vond dat ik nog heel veel energie had om dingen te doen. En ik heb altijd al gezegd, als ik mijn werk niet meer buiten de deur doe, dan vind ik het wel leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ben secretaris van de Wijk- en Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. En hier worden allerlei activiteiten georganiseerd om mensen bij elkaar te brengen. Ja, en dan natuurlijk de particuliere vervoersdienst. Particuliere vervoersdienst is een organisatie die zorgt dat ouderen die wat slechter met het openbaar vervoer zich kunnen vervoeren, dat die door particulieren vervoerd worden naar de plek waar ze heen willen. Ik heb er heel veel plezier en ik vind het heel leuk om te doen. En ik ben er heel tevreden mee. Ik heb een heel vredig gevoel in mezelf.
Ik ben 40 à 50 uur in de week beschikbaar voor vrijwilligerswerk. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat altijd helemaal invul. Daar ben ik vrij in. Dat doe ik gewoon op mijn eigen manier. En die activiteiten die ik leuk vind om te doen. Geweldig. Ik krijg heel veel geweldige reacties. Mensen die echt zeggen van zonder jullie kwam ik de deur niet meer uit. Of zonder jullie kon ik niet meer zelfstandig wonen. Er zijn heel veel ouderen die een beetje afhankelijk zijn geworden van onze vervoersdienst.